Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 455. Dan ga ik nu in gesprek met Kees de Jong. En hij trekt er graag op uit en staat op straat om met mensen te spreken en met hen te bidden. Eerlijk gezegd, Kees, heb ik altijd, als ik mensen dat zie doen, heb ik zoiets van, hoe durft hij dat? Ik zou het niet doen. Ik zou het bijna niet durven. Ja. Maar had jij ook die aarzeling? Zeer zeker. Ja? Zeer zeker. En heb je die nog steeds als je de straat op moet? Nee hoor, dat wordt steeds minder. Af en toe dan praat je nog wel eens over plankenkoorts, dat we het zo maar noemen. Maar de straatplinkenkoorts. Ja, maar dat gaat heel snel gaat dat over. Ja. En dat heeft alles te maken met dat op het moment dat we ons en ik me openstel, zeg Heer, ik ben ook maar een mens, u kent mij, gebruik mij en wilt u het doen? En dan merk ik dat ik daar ook gedragen word. Ja. En dat het zijn stem is. En dat hij me zo op die manier gebruikt. Ja. En ik zeg altijd tegen mensen, joh, als je dit 10 keer gedaan hebt. Dat is net zoals met autorijden, dat leren alles we ook bent. Niet zomaar. Alles bent en dit ook. Ja, ja. Er is toch een eerste keer dat je dat gaat doen. Ja. Het idee ontstaat ergens. Wat heeft jou ertoe gebracht om dit te gaan doen? Nou, een aantal jaar geleden kwam ik voor het eerst bij Herman Boon, 10 dagen bidden en vasten. En Herman Boon die daagde ons allen uit, het was een zaal van zo'n kleine 700 man. En die daagde ons allen uit om gewoon eens uit te stappen. En eens te stoppen met de banken te verwarmen. Ja, ja. Dat was ook zijn uitspraak en die zei, wat gaan we nou doen? Blijven we nou de banken verwarmen of gaan we de wereld verwarmen? En dat heeft mij ertoe getriggerd en daardoor ben ik uitgestapt en ik heb gezegd, nou, ik kan heel veel opmerkingen hebben over heel veel mensen wat ik vind wat zij moeten gaan doen. Maar laat ik er nou zelf maar eens mee beginnen. En zo ben ik eigenlijk letterlijk op de straat terechtgekomen. En dat was een experiment van laat ik het maar eens proberen? ja, dat is inderdaad zo gegaan. Ik heb wel vrij snel de hulp ingeroepen van David de Vos en zijn bemanning. Die hebben ons geholpen en die hebben ook trainingen gegeven. En ik heb een oproep gedaan bij ons in de gemeente. En gevraagd van, joh, dit is wat ik wil gaan doen. Wie wilde meedoen? Ja. En zo kwam ik vrij snel aan zo'n 15, 16 mensen uit verschillende gemeentes overigens. Die zeiden van, nou, dat vind ik interessant. En dan kregen we eigenlijk een training, een basistraining of basis evangelisatie. Dus vragen stellen, vragen aan andere mensen. Hoe knoop je een gesprek aan? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan ook met de juiste vragen komen. Ja. Een ander was, dat ging over genezing op straat en profeteren op straat. Het zijn dan gelijk grote stappen, Kees. Dat zijn behoorlijke stappen. Genezing op straat, daar hebben we de dokter voor. Ja. Vertel, hoe zit dat? Nou, waar het eigenlijk om gaat is dat je heel simpel vragen kunt stellen aan mensen van, nou als je dan toch met ze in gesprek bent van, joh, heb je wellicht ergens last van? Nou, 80% heeft dat. Hebben we allemaal last van nekklachten of hoofdpijn. En nou, op het moment dat iemand dat dan beaamt, dan zeggen we, joh, mogen we voor je bidden? En dan zeggen de mensen? En dan zeggen de mensen in 99% van de gevallen graag, ja. Ja. En op dat moment dan spreken we ook echt genezing uit. Want God geneest. En God geneest iedereen. En gebeurt het dan ook? Ja, ik zal niet beweren dat dat natuurlijk op dat moment gebeurt. Want vaak, en dat zeggen we ook tegen de mensen, gebeurt dat later. Gebeurt dat op een andere manier en op een ander moment. En zoals God dat wil. En niet zoals wij dat willen. Dus dat geven we altijd wel bij aan. Mm-hmm. Want het gaat natuurlijk niet om ons. Maar het gaat om Gods plan, ook met deze mensen. En er zijn zoveel mensen in nood. Er zijn zoveel mensen die met pijn rondlopen. En het feit dat je voor deze mensen mag bidden, daar knappen ze al zo van op. Dat mensen vinden dat zo geweldig dat je dat wilt doen. En die worden er al zo blij van. Maar het zijn dan
niet per definitie christelijke christenen die zeggen van nou, nee. Bid eens voor mij en nee. Roep eens tot God. Nee, dat gebeurt ook wel, maar dit zijn echt gesprekken die we hebben met mensen die we overal aantreffen op straat. Ja. Als je nou zelf een mindere dag hebt, hè, het zal de dominee herkennen, dat je denkt van nou, laat deze dag aan mij voorbij gaan. Ja, Pieter, jij toch niet? Ja, nou. En dan heb je een mindere dag en dan heb je toch gepland om de straat op te gaan. Ja. Zucht. Ja. Dat ga je gebeurt. Dan toch? Ja, ja. Want we hebben natuurlijk ook te maken met de Satan. En die is er heel erg goed in om mij te vertellen wat ik niet moet doen. En dan het mooiste wat hij wil bereiken is dat ik dan zeg van ja, inderdaad, laat ik dan maar even blijven liggen vandaag. Of, nou, ik voel me niet helemaal lekker, het is gisteravond ook laat geworden, ik blijf uitslapen. Allemaal dit soort dingen, ja. Die komen gewoon naar binnen. En dan is het, dan is het toch heel belangrijk om te zeggen, dat gaat niet gebeuren. En dan? Heer, en ik ga eruit, en ik ga de straat op. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ieder moment dat we dat doen, dat je die besluiten neemt, want ook overdag, in de gesprekken word je aangevallen. En dan is het belangrijk om te zeggen van Heer, het is uw werk, het is niet mijn werk. En dan merken we aan het einde van de dag, de dag is voorbij gevlogen, we hebben prachtige gesprekken gehad. En we waren er. En Heer, u heeft ons gebruikt. En dan is het ook weer helemaal over. Dus... Nou, dan zijn wij als Hollanders, we willen altijd zien, als je iets doet, moet het ook effect sorteren. Je zaait en dan willen we ook oogsten. Ja. Ik weet niet of je ook zo in elkaar steekt, maar nee. Wat is het resultaat van de dingen die je doet? Nou, wij zeggen altijd, kijk, wij mogen zaaien. Ik zie het altijd als een puzzel, een grote puzzel. En ik ben links onderin. Met die puzzel ben ik bezig met een paar stukjes. En daar passen er een paar van. Dan zeg ik, oh wauw, weet je wel. Maar ik ken niet het totale plaatje. En God kent het totale plaatje. En ik ben hier onderin, ben ik lekker aan het prutsen. En bovenin is iemand bezig. En aan de andere kant is iemand bezig. En dan mag ik op die momenten, daar mag ik iets betekenen. En dan mag ik iets van de liefde van Jezus voor mij uitstralen naar iemand anders. En ik weet niet hoe die grote puzzel uiteindelijk wordt. Maar dat laat ik graag aan mijn hemelse vader over. Want hij weet hoe die puzzel eruit komt te zien. En ik ben maar een heel klein onderdeeltje van die puzzel. Mm-hmm. En als ik het zo ga zien, dan gaat het ook niet om wat ik hiervan verwacht. Het gaat om hoe God dit ziet. En hoe hij de mens uiteindelijk aankijkt. En ja. Zo dus mag het ik klinkt als, je bent gewoon gehoorzaam. Je doet wat je moet doen. Ja. Ja. Niet anders. Ja. Want dat is wel wat God van ons vraagt. Uitstappen in geloof. En ik kan me wel voorstellen dat het wel eens lekker is om te zien dat het vruchten afwerpt. Ja. Als je dingen doet. Ja. Dat je dat ook enorm kan stimuleren. En dat je denkt van, ja, dit doet er toe. Dit is waardevol. Ja. En dat je dat een enorme boost ook weer kan geven. Ja. Zijn die momenten er wel? Ja, die gebeuren er iedere keer als ik weer samen met Jan van Leeuwen op straat sta. Ja. Bij ons steentje, dat er mensen aankomen. Voorbeelden van jonge meisjes, 14, jouw, 15 jaar. Straat-evangelist maatje. Ja, ja, heerlijk. We hebben elkaar jaren geleden leren kennen. We hadden eigenlijk helemaal niks met elkaar. Maar we zijn bevriend geraakt en we waarderen elkaar. We peppen elkaar op en het is heerlijk om hem bezig te zien. En het geldt voor hem ook. En dan zie je die bijzondere manier waarop je gebruikt wordt. En ja, vaak hebben we dat eigenlijk helemaal niet in de gaten zo. En dan kijk ik naar hem en dan is hij met jonge meiden aan het praten, 14, 15 jaar, weten helemaal niks van God. En die zijn heel geïnteresseerd en daar mag hij dan mee praten. En nou, na een half uur is hij met die meiden aan het bidden. En dan zegt hij van, joh, hier heb je mijn kaartje. Als er nou eens wat aan de hand is, hè, dan bel mij dan. En dan zegt zo'n meisje, die zegt van, oh, gaat u dan ook voor ons bidden? En ik denk van, wauw, hè, waar komt dit vandaan? Geweldig, Heer. En daar worden we allebei ontzettend blij van. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik ben wel eens ik was wel eens op straat en ik zei halverwege, Heer, het is eigenlijk een roddag. Ik heb nog met niemand gesproken en het wil niet. Ja, het wil niet. Hè? Ook dat komt voor. Ja.
En op dat moment kwam erbij het kraampje, stond een gehandicapte vrouw. Die kwam hier uit de buurt, die kwam al steeds naar ons toe. En die stond het eigenlijk een beetje te wachten en Jan was daarmee in gesprek. En dan komt van een andere kant komt er iemand aan en zegt, joh, wil jij even het gesprek overnemen? Dan komt hier een meneer en die wil even met mij praten. Ik zeg, dat is goed. En op dat moment raakte ik met haar in gesprek. En zij vertelde mij in 2 minuten tijd hoe haar leven was verlopen. En ze was gelukkig getrouwd en op een gegeven moment waren ze met haar man en kinderen in Düsseldorf aan het winkelen en ze zouden de auto wegzetten. En er komt een vrachtwagen die slipt en die rijdt over die wagen heen en haar man en kinderen waren dood. En zij was de enige die dit overleefde. Ze zegt, daarna ben ik weer hertrouwd en de man is inmiddels overleden aan kanker en ik heb zelf nu inmiddels kanker en ik heb nog maar kort te leven. Zo. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Het enige wat ik gedaan heb, ik ben naar haar toe gelopen. Ik heb mijn arm om haar heen gelegd. En zo mocht ik samen met haar heel even iets laten zien. En ik reed daarna naar huis en ik was er eigenlijk wel helemaal door ontdaan. En ik zei, ik had eigenlijk niet zo'n goede dag. En de volgende dag kwam ik Jan tegen in een dienst op Horeb, hier bij ons in de buurt. En hij komt naar mij toe lopen. Hij zegt, joh, ik heb een enorme bemoediging voor je. Ik zeg, oh, wat dan? Nou, zegt hij. Hij zegt, ik had gisteren met een man een gesprek. Die had theologie gestudeerd. Die stond bij mij aan de kramen. Die zegt tegen me, van joh, hoe doe je dat nou, dat evangeliseren? Hij zegt, dan mocht ik op jou wijzen. En jij stond net met die vrouw, arm in arm. En ik van, oh, wauw, heer. Daar heeft u me voor gebruikt. En dan had ik een rotdag. Ik had een heerlijke dag. En ik was zo blij dat ik dit hoorde. Ik werd er zelf zo door bemoedigd. En dat je voor mensen zoveel kunt betekenen. Nou, dat is geweldig. Ja. En daar doe ik het voor. En dat is zo'n korte ontmoeting. Dat is een hele korte ontmoeting. Ja. Maar we hebben nog meer gezien. We zijn ook bij haar thuis geweest. En het is geweldig hoe deze vrouw op dit moment groeit. En dat ze ook weer voor anderen steun kan betekenen. En dan denk ik van, ja, Heer, wat geweldig dat u ons zo gebruikt. Ja, zo ontstaat een nieuw netwerk. Hè? Ja. Ik begreep dat jullie op een bepaald moment besloten van dat op straat blijven rondhangen. We moeten misschien toch ergens een plek creëren. Ja. En dat is Café Williams geworden. Ja. Waar mensen op maandagavond, jullie zijn gisteren weer bij elkaar geweest. Ja. Hoeveel mensen komen dan inmiddels daar naartoe? We hebben zo'n 25 vrijwilligers uit de verschillende gemeenten. Waarvan er gemiddeld zo'n 10, 12 komen. Mm-hmm. En zoals gisteren waren er zo'n 25, 30 mensen die we op straat ontmoet hebben. En die komen dan naar Café Williams? En die komen naar Café Williams en die krijgen eten. Er wordt iedere week eten klaargemaakt. Er is fris. Er is een bandje die speelt. Gisteravond waren er 5 mensen. Een zangeres uit onze eigen gemeente, professionele zangeres. En die vinden het allemaal heerlijk. En zo mogen we iets van de liefde van Jezus laten zien. Ja. En die mensen voelen zich thuis en die vinden het leuk. En die komen meer en die genieten ervan. En wij ook. En Pieter denkt, straks met de SFV-wagen. Ja. Ja. Zo kan het dus gaan. Ja, zo kan het gaan. Ja. Het is toch, dat is pionieren, avonturieren. Ja. 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 Ja, ik vind het is heerlijk, want ook hier kan ik mijn eigen gemeente bij betrekken. En daarom is het ook zo belangrijk, waar we het net over hadden, dat je een huisgemeente hebt. Dat je een gemeente hebt waar je elkaar in kunt opbouwen. En ik heb... Een aantal weken geleden heb ik het op mijn hart gekregen om mensen aan de deur, samen met wat vrienden van me, om die te verwelkomen. Gewoon de eigen gemeenteleden. En dat hebben we gedaan met een huk. Nou, dat gaf een enorme... Dat was heerlijk om te doen. Dat gaf heel veel reactie. En mensen die... Welkom in de gemeente. Die komen ons, ja. Ja, ja, ja. Ja. En natuurlijk heb je allemaal verschillende mensen. Ook mensen die doorlopen. En mensen die heel verbaasd staan. En mensen die beginnen te lachen. En heerlijk. En dan de kinderen. En dan zeggen, joh, mag ik een huk? Zo om de liefde te laten zien. En waarom niet in onze eigen gemeente beginnen? En zo mochten we dat meegeven.
groet elkaar met, hoe is het? Met een heilige kus. Een heilige kus, ja. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe ziet die heilige kus eruit? Zo'n hug, zeg maar. Ja. Ja. Je kunt er tijd mee besparen en met een groep hug, maar... Ja, dat is voor als er gezinnen binnenkomen. Ja, dat dus, in één keer. Nou ja, maar dat gebeurt ook, hoor. Met 3-4 mensen tegelijk. Maar we mochten daarna iets laten zien in de gemeente. Dan zeiden we, kijk, dit doen we nou hier in de gemeente. Maar hoe doen we dat nou op straat? En wij doen het, Jan en ik doen het op exact dezelfde manier op straat. Daar hukken we ook gewoon mensen. Ja. En dan zie je dat er iets in die mensen knakt. Er breekt iets. Heel veel mensen, we hebben daar een voorbeeld van een man die ook nu elke maandagavond komt. Een geweldige man. En zo beschadigd, zoveel mee gebeurd. En die wilde ik voor de eerste keer hukken. Nou, die man stond, wat ga je doen? Als een plank. Ja, als een plank. Wat ga je doen? Ik zeg, ik wil je even een huk geven. Hij zegt, u niet zo gek. Nou, dat blijf ontstond, af. Ja, er ontstond een heel gesprek. Maar op een gegeven moment, toen mocht ik dat toch doen. Ja. En dat was echt heel bijzonder. En nu bezoek ik hem. Hij komt en hij groeit. En hij is als een keer mee geweest naar de gemeente. Ik wil heel graag nog, voor de uitzending vertelde je, gisteravond hebben jullie het in Café Williams gehad over vergeving. Ja. Het verhaal van die mevrouw, zou je dat in 2 minuten kunnen vertellen? Ja, wij onlangs was ik bij een goede vrienden van ons. We hadden vorig jaar in september hebben wij een vrouw ontmoet uit de Kaapverdische eilanden. En die vrouw die kwamen daar tegen en die vertelde dat haar zoon onlangs was overleden. Het was een hele bijzondere dag. Ik zei ook tegen haar, fantastisch dat je dat dan hier zo weer bent en dat je je leven hebt opgepakt. En we hadden daar geen tijd meer om verder op dat verhaal in te gaan. Maar dat heeft ze pas gedaan bij die vrienden van mij. En er waren 8 mensen. En zij vertelde dat haar zoon was jarig, werd 34 jaar. En hij werkte in een kroeg. En ze hadden een surprise party voor hem georganiseerd om 12 uur. En het was allemaal heel gezellig. Om 2 uur hield het op. En net voor 2 uur kwamen er 5 mensen binnen met pistolen. En die hadden ze gericht op die mensen. En ze wilden geld en van alles. En hij heeft gezegd van, joh, doe nou rustig aan. En voor zijn ogen wordt iemand doodgeschoten. En even later wordt er iemand anders doodgeschoten. En hij is de derde. En dat bericht bereikte haar. Een paar uur later werd ze gebeld. En het hele leven sloeg onder haar vandaan. En hij was totaal alles kwijt. Maar het was wel een hele gelovige vrouw. En ze zegt van, Heer, waarom mij? Waarom ik? Waarom gebeurt dit? En ze heeft daar toch een behoorlijk mee geworsteld. Maar op een gegeven moment was ze weer in gebed. Zei ze, Heer, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En toen zei God tegen haar, van, joh, ik wil dat je teruggaat naar de Kaapverdische eilanden. Ik wil dat je het evangelie verkondigt. En ze zegt, nou Heer, dat ga ik doen. En ze is teruggegaan. Ze is naar de gevangenis gegaan. En ze heeft in het gevangenis heeft ze met iemand gesproken. En heeft ze het evangelie mogen uitleggen. En in die gevangenis ontdekte ze dat de man die haar zoon heeft doodgeschoten, dat hij daar in die gevangenis zat. Hoe bijzonder is dat, hoe de Heer dat leidt. En zij vroeg, ja, maar Heer, wat moet ik nou doen? En toen zei hij, want ik kan hem niet vergeven. Ja, zegt de Heer, want hij heeft mij nodig. En toen mocht zij van de gevangenisdirecteur mocht zij een gesprek met hem hebben. En dat heeft ze gedaan. En dat heeft ze het evangelie verteld. Ze heeft hem een bijbeltje gegeven. Ze heeft voor hem gebeden. En toen heeft deze man zijn hart aan de Heer gegeven tijdens dat gesprek. En na dat gesprek vroeg ze pas aan hem van, weet je wie ik ben? Zei hij nee. Hij zei, ik ben de moeder van Albert die jij vermoord hebt. En op dat moment klapte alles onder hem weg. En ze hebben 2 uur lang hebben ze gehuild. En mocht zij deze man die haar zoon vermoord heeft, mocht zij troosten. Mocht zij troost zijn. En dat heeft ze gedaan. En dat heeft haar leven zo veranderd en zo verruimd. Zo. En zij kan er nu voor andere mensen zijn. Ja. En dat is geweldig. En ja, we waren met 8 mensen, we waren met 7 mensen aan het huilen. En zij heeft ons getroost. Zij heeft voor ieder van ons individueel gebeden. Ja. En er gaat zoveel kracht van deze vrouw uit. En dan denk je van, wauw. Dat is vergeving. Dat is vergeving. Ja. Kees, tot slot, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, ik zou het geweldig vinden als er meer gebed komt. Vooral hier in Apeldoorn, voor Café Williams.
omdat we het echt op onze hart hebben, Jan en ik, om meer mensen daar te zien. En dat we daar al voorbidden, ook in onze eigen gemeente, maar dat er steeds meer gemeentes zijn die dit willen oppakken. We zijn ook onderdeel van de EOA. Dat is een evangelisatie in Apeldoorn en omstreken. Dus ook andere gemeentes zijn daarbij aangesloten. En ook zij weten inmiddels dat we dit doen. Mm-hmm. En er is zoveel gebed nodig. Het is ook zo belangrijk dat er gebeden wordt. Okay. Dus gebed voor Café Williams. In Apeldoorn. In Apeldoorn. En onze studio zit in Apeldoorn, dus vandaar dat je regelmatig hier zegt. Ja. Dominee Pieter ter Veen zei, Almere Poort, bid voor de zorgen bij die de mensen zijn achter die voordeuren. Dan bid, hoe kunnen we de mensen bereiken en dat de kerk elkaar hierin gaan vinden en samen gaan werken. En Leon van Steensel zei, laten we blijven bidden voor al die landen waar afgelopen tijd revoluties zijn geweest en onrust is geweest. Christenen staan daar onder druk. Bid voor het Midden-Oosten en ook voor Oekraïne. Dus dat zijn de gebedspunten die u vandaag meekrijgt. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Pieter, dankjewel. Leon, dankjewel. Kees, bedankt. En ik wens jullie zegen op wat jullie doen. De mooie dingen die jullie mogen uitvoeren. Dank voor het kijken. We zijn er morgen weer om 9:30. Tot dan.